tafelbestuur komen. Aangezien het een infotab is, krijg je informatie over wat op het scherm te zien is. Op het scherm zijn de zon te zien, de aarde en de maan. En wanneer je de infotab in de buurt van de zon zet, dan krijg je weetjes over de zon. En hier neerzet, laten we hier de tekst met als er een uitbarsting van de zon plaatsvindt, zien we dat pas na 8 minuten. Zo lang duurt het licht erover om de aarde te bereiken. Wordt die gedraaid, verschijnt een ander weetje. Zo zijn er dus 6 verschillende van deze folders. En iedere folder heeft een bepaalde link met een museum. Zo is er de weerfolder, de weertag. Wanneer die wordt gevouwen, kan men dingen ontdekken over het weer op de zon, maar ook op aarde bijvoorbeeld. Zo zit hij bij de aarde. Als hij wordt rondgedraaid op de thermometer, zie je dat de kern van de aarde 7000 graden Celsius is. Het oppervlak van min 90 graden Celsius tot 58 graden Celsius. Enzovoort, maar wanneer je aan de zon zit, zie je dezelfde specificatie, maar dan voor de zon. Van deze 6 zijn er bijvoorbeeld ook de spectrum tag, wat natuurlijk te maken heeft met de zonnetelescoop die daar staat, wat een heel belangrijk onderdeel is van Sonneborg. Dus wanneer deze wordt gevouwen op deze manier, en we zetten hem bij de zon, dan kan er gedraaid worden. En kan er door op deze zwarte lijntjes gaan staan bekeken worden uit wat voor stoffen de zon bestaat. En zo is er. Dan is er nog eentje. Nog 3. Waarvan de meridiaan tag. Natuurlijk de meridiaankijker die hier bij Sonneborg staat, waarmee mensen vroeger de tijd bepaalden. Die kan ook worden gebruikt op deze tafel. Wanneer die op de tafel wordt gezet, is het een zogenaamd een vastpunt aan de hemel. En vanuit daar wordt bekeken wat de tijd is. Nu is het leuke dat er ook mee gespeeld kan worden, omdat we de beweegtag hebben. Dus wanneer je op de tafel wordt gezet, verschijnen de banen. En in deze banen beweegt de aarde zich voort. Ik zal even om verwarring te voorkomen een paar vanaf halen en ik laat de meridiaan even staan. Wanneer ik met deze de aarde vastneem, dus ik zet hem op de aarde en ik beweeg hem rond, dan zie je ook dat de tijd zich daadwerkelijk verhoudt tot de locatie van de aarde en ook de datum. En hier zie je dan hierachter in welke maand de aarde zich bevindt. Zo kan de aarde ook worden verplaatst, niet alleen binnen de aardbaan, maar ook naar de zogenaamde baan van Venus of de baan van Mars. Wanneer de aarde in de baan van Venus wordt gezet op deze manier, zul je zien bijvoorbeeld dat het invloed heeft op het weer. Het zal warmer worden op aarde. Dus wanneer de weersterk erbij komt staan, zie je dat het opeens een stuk warmer wordt op aarde. En zo werkt dus alles met elkaar samen. Dan zijn er nog een paar die ik nog niet heb gehad, waaronder de telescoop. Dat is natuurlijk ook een heel belangrijk onderdeel zonder borg, de telescopen die hier staan. Zet ik de aarde weer even terug in zijn eigen baan. Het pakket. De telescoop die bekijkt wat er onder je sterk zit. Dus wanneer ik hem op het midden van de zon zit, zie je de zon vergroot. Als ik hem draai, kun je verschillende lagen van de zon zien. Zo zie je de kern van de zon en zo weer het oppervlak. Zo werkt dat ook op het sterrenoppervlak. En wanneer je dan onderzoekt, dan zul je zien dat je langs verschillende sterrenbeelden komt die eerder nog niet duidelijk waren. En die kun je dan volgen. Op een bepaald moment zul je ook de naam van het sterrenbeeld zien staan. Orion. Dat is ook wanneer je op de aarde zet, dan zie je een zonsondergang op aarde. Eigenlijk zie je de aarde dus gewoon omhoog afdraaien. Kijken. Is er nou nog eentje die ik niet heb gehad? Nee, volgens mij dit zijn de alle 6. Leuk, hè? Dit is de spectaculairste. De zon. We zullen eens even kijken wat er gebeurt als we de zon draaien. Misschien dit is omdat het nou snel opstaat, kan zijn dat ik een oudere versie van deze opstaat. Wat er gebeurt is dat de zon zich beweegt in de tijd en zo zie je wat er de komende miljarden jaren ontstaat te gebeuren. Dus we ouderen de versie van de software, dus normaal gesproken zet ik het midden van de tafel. Dit is dan de animatie die je zien krijgt wanneer de zon beweegt. Het einde van de zon zien worden. Dan plaatsen ze zich op, dan storten ze in elkaar en dan wordt het gewoon negen. Wat jammer is dat we inderdaad nu die oude versie zien, maar normaal gesproken zie je ook hoe de aarde helemaal opgezwollen door de zon en de aarde en helemaal verdwijnt.
is ook het lot van de aarde, zie je. Ja, dat is goed. Gaat hij nou weer terug naar zijn, ja, naar zijn oorspronkelijke positie. En zo hebben we dus op deze manier geprobeerd om voor Sonneborg iets unieks te maken, wat interactief is. En wat ook tegelijkertijd relateert aan het museum zelf. Dus echt het museum onderdeel uit het museumpak en die bij elkaar brengt in deze tafel. En daar hebben we nu ruim 4 maanden aan gewerkt met z'n allen. We staan uit een team van animatoren, techneuten, programmeurs en mensen die bijvoorbeeld ook kast kunnen bouwen. En met z'n allen hebben wij vanuit de HKU dus als deel van ons afstuderen deze tafel bedacht, ontworpen en gebouwd. Ja.